Goedemiddag, ik ben Sharon Verbrugge, tweede eredame van Miss Elegance en vandaag staan we hier op de persvoorstelling in Gent. Bij mij staat finaliste Femke. Dag Femke, stel u eens kort voor. Ik ben Femke, ik ben 20 jaar en ik kom uit Beveren. Ja, waarom doe je mee aan Miss Elegance? Omdat ik vroeger veel depressies heb gehad en ik wil graag de mensen motiveren om niet op te geven. Dat is heel mooi. Heb je naast de misverkiezing nog andere hobby's? Ja, werken in de zorg met ouderen. Dat is heel mooi. Doe je dat graag? Ja. Ja? En wat motiveert u om dat te blijven doen? Gewoon de liefde dat je terugkrijgt van de mensen. Ja. Dat is heel mooi. Stel dat je de lotto zou winnen, wat zou je doen met al dat geld? Ja. Ik zou een deel aan mijn ouders geven, zodat mijn ouders wel iets of wat extra hebben ook. En een ander deel zou ik dan meer aan vrije tijd uitgeven voor mezelf. Nog één laatste vraag. Als je nu de wereld kon veranderen, wat zou je eraan veranderen? Dat er meer bij stilgestaan wordt dat er depressies zijn en dat de mensen veel sneller geholpen worden. Oké, dankjewel.